kleur erop poetsen. Dag Kira van naar buiten gewoon. Wat een uitslag voor jullie vanavond. Ja, absoluut. Dit is voor ons een buitengewone uitslag. Nou, zo'n voortgrap kun je er wel ingooien, want jullie zijn eigenlijk nieuw. Jullie zijn hier eigenlijk zo ingestapt met van, nou ja, we willen Zwarte Waterland weer mooi en goed krijgen. Ja. En dan zie je gewoon dat heel veel mensen gewoon voor jullie stemmen dan ook. Ja, nee, de kiezer heeft vandaag gesproken en dan blijkt dus dat de tijd rijp was voor deze nieuwe partij. Ja, nou ja, en ook de niet-stemmers dan. Je zag natuurlijk ook wel Geerdermuiden, SGP vaak. Ja. Er waren wat stemmers weg. Jullie kwamen dan één keer weer. Dat is ook in Geerdermuiden, ondanks dat de SGP en ChristenUnie daar best wel heerst, zo zouden we het wel kunnen omvatten. Ja. Springen jullie er toch nog wel weer een beetje uit daar? Nee, dat klopt. Kijk, van tevoren probeer je een beetje in te schatten waar je een groot aantal kiezers zou kunnen krijgen. Ja, en elke keer wanneer vanavond de uitslag kwam van Geerdermuiden, zaten we er toch steeds bij. Nou ja, dat kan dan een mooie pijler zijn voor de andere twee kernen. En dat bleek 1736, geloof ik, in totaal hartstikke mooi. En drie zetels. Ja, zoals het nu lijkt, drie zetels, ja. En ben je dan ook trots op je team? Want hier staat je team staat hier al achter. Die staan allemaal te glimlachen. Ik hoor ook applaus en alles. Het was uitbundig soms. Ja. Nou, ben je dan ook trots op je team? Nee, absoluut. Dit is vakwerk geweest van ons allemaal. Hè. Allemaal op eigen expertise en vakgebied enorme steen bijgedragen. Ja, en dan kan je dit in korte tijd van de grond krijgen. En dat blijkt. Loon naar werk eigenlijk. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, en hoe gaat het nou verder voor jullie? Want ja, jullie doen natuurlijk wel mee. Zetelverdeling is geweest. Ja, hoe nu verder? Ja, nou, de dans die zal geleid worden door de grootste partijen en we gaan het zien. Ik doe geen enkele uitspraak, loop nergens op vooruit. Maar wij zijn er wel klaar voor. Even lekker genieten na zo'n uitslag. Ja, we moeten denk ik allemaal een klein beetje landen. Want nogmaals, buitengewone uitslag en we gaan het zien. Hartstikke bedankt in ieder geval. Ja.